bij een nieuwe video van Macy geeft thuis les. Nou, jullie hebben ook 4 lessen van rekenen openstaan. En ik ga vandaag de uitleg doen van les 1a. En dat is deze les. En die gaat over deelsommen met rest. Nou, we hebben vorige week best wel hard geoefend met deelsommen met rest. En in deze les krijgen jullie heel veel deelsommetjes met rest. Alleen ze zitten in een verhaaltje en ze zijn soms best wel een beetje lastig. Dus ik ga er een paar aan jullie voordoen. Som 0 is best wel makkelijk, want dat is eigenlijk gewoon een kwestie van het sommetje uitrekenen en opschrijven hoeveel de rest is. Hier zie je bijvoorbeeld het eerste sommetje, 43 gedeeld door 5. Het is trouwens sowieso voor deze les best wel aan te raden om een kladblaadje te gebruiken. Dus gebruik dat erbij. 43 gedeeld door 5. Nou, wat heel belangrijk is bij deelsommetjes, is dat je nu gaat nadenken over de tafel van 5. En welk getal in de tafel van 5 komt er het dichtste bij 43? Ga er even over nadenken. Ga eens even die getallen uit de tafel van 5 eens even na in je hoofd. En nou, op een gegeven moment zal je waarschijnlijk komen bij het getal 40. En welke som hoort er, Florian, bij het getal 40 in de tafel van 5? Dat is dus 8 keer 5. 8 keer 5, heel goed. Dus het antwoord is dus 8. En hiermee kan je altijd even de check doen. 5 keer 8 is 40. Maar wat hou je dan over? We hebben 43. Dus wat houden we dan over? Wat is onze zogenaamde rest? Nou, dat is de 3. Ja, dat is dus hele inderdaad 3. Hele mooie 3. Nog heel eventjes. Denk nog even, jongens, aan wat ik altijd vertel over het verhaaltje wat erbij hoort. Heb jij een zak met daarin 43 appels. En een paar kinderen. En je hebt 5 kinderen. Zie je, Florian gebruikt ook wel een beetje mijn methode. Misschien dat hij later ook wel meester gaat worden. Deze mag een meisje worden. Ja, geloof het of niet. Dit zijn 5 kinderen. En je gaat eigenlijk deze 43 appels, ga jij dus eerlijk verdelen over die kinderen. En de vraag is dus, hoeveel appels kun je dan elk kind krijgen? Nou, het antwoord, dat heb ik net uitgerekend, is dus eigenlijk 8. Je kunt ze allemaal 8 appels geven. En dat bij elkaar, dat zijn 40 appels. En dan hou je eigenlijk nog 3 appels over. Ja, en die kan je niet eerlijk verdelen, dus die hou je... Ja, die hou je maar gewoon zelf. Nou, som 0 is denk ik iets waar jullie heel goed kunnen uitkomen. Maar som 1 wordt iets lastiger. Som 1 is best wel een beetje tricky. Je moet echt heel goed lezen wat er staat. Nou, laten we eens even gaan kijken naar deze som. Nou, wat staat er? Voor 1 taart heb je 3 eieren nodig. En de vraag is, hoeveel hele taarten kun je maken? En dat is heel belangrijk dat je dat goed begrijpt. Hoeveel hele taarten kun je maken als jij 10 eieren hebt? Ja, dit is ook een hele vorm. Ja, vooral die hele taart is heel belangrijk. Wij hebben dus 10 eieren en we hebben steeds 3 eieren nodig voor een taart. Dus eigenlijk gaan we dus groepjes van 3 maken. Dus je hebt 3 eieren nodig voor 1. Taart. Het lijkt wel een Minecraft blok. Maar het is een taart, heel goed. Dus wat gaan we dus doen? We gaan natuurlijk gewoon doen 10 gedeeld door 3. En de vraag is dus, hoe vaak past 3 in 10? Vandaar dus 10 gedeeld door 3. Florian, misschien kun jij deze wel voor mij uitrekenen. Oké, het is 3. 3, inderdaad. Dan kom je dus uit op 9. 9. En 9 komt er natuurlijk het dichtst bij. Ja. Dus je kan dus 3 taarten maken. Ja. Hoeveel eieren hou je dan eigenlijk nog over? Dan hou je 1 ei nog over. Ja, dat wordt eigenlijk niet gevraagd in de som. Maar je houdt dus eigenlijk is dus officieel, jouw rest is dus 1, je houdt 1 ei over, maar daar kun je geen taart mee maken. Kijk, dit zijn eigenlijk de eieren die je hebt. En, want je kan ook op een kladblaadje, kan je ook de eieren natuurlijk gewoon tekenen. En
steeds met 3 eieren kan ik een taart maken. Dus hoeveel groepjes van 3 kan ik maken? Dat is eigenlijk wat een deelsom is, hè? Hoeveel groepjes kun je maken? Ja, dan krijg je 3 groepjes. En zo zie je ook, je kan dus 3 groepjes van 3 maken. Oftewel, je kan 3 taarten maken en 1 eitje hou je over. Dat hoef je trouwens niet in te vullen bij som 1. Want de vraag is gewoon, hoeveel hele taarten kun je maken? Je kunt dus maken 3 taarten. De vraag is, hoeveel kan je dan met 20 eieren maken? Oké, dit is dus eigenlijk de nieuwe som. 20 gedeeld door 3. Dus je gaat nadenken in de tafel van 3. Welk getal komt er het dichtst bij 20? Maar het mag natuurlijk niet groter zijn, want je hebt, dat heb je niet. Je hebt maar 20. Ja, zeg maar. 18. 18, heel goed. Maar welke som hoort erbij bij 18? 6 keer 3. 6 keer 3. Dus het antwoord is dus 6. Oftewel, als ik 20 appels heb en ik ga ze verdelen over 3 kinderen, kan ik elk kind 6 appels geven. Ja, en je kan het ook zien door deze keer en dan heb je 18. Ja, klopt. Maar 18 is niet 20. Nee, dus we houden een rest eigenlijk over. Wat zou de rest eigenlijk zijn? Het is dus 2. De rest is dus inderdaad 2. Is voor de som, wordt niet gevraagd. Dus als ik 20 eieren heb, dan kan ik dus 6 taarten maken. Maar, en nu komt het lastige van deze som. Nu werd natuurlijk gevraagd, hoeveel hele taarten kan ik maken? Maar, als ik bijvoorbeeld kijk naar som 1D, dat is een heel ander soort vraag. Nu gaat het over dozen en boeken. En zoals je hier staat, zoals je ziet staan, in 1 doos passen 8 boeken. Maar nu, let op, nu heb ik 20 boeken. En de vraag is, hoeveel dozen kan ik volmaken? Dit is een heel ander soort vraag dan net met die eieren. Net was, hoeveel eieren heb ik nodig om hele taarten te maken? Nu, hoeveel dozen heb ik nodig voor alle boeken? Jouw rest moet dus dadelijk ook in een doos. En dat is dus wat het wat lastiger maakt. Bij deze hoort de rest er wel bij. Bij deze hoort de rest er ook bij. Dit is dus mijn som. 20 gedeeld door 8. Ik heb 20 boeken en ik ga groepjes van 8 maken. Want dat gaat steeds in een doos. Dus hoeveel groepjes van 8 passen hierin? Hoeveel hele groepjes van 8 passen hierin, Florian? 2. 2. Officieel zou mijn antwoord dus eigenlijk zijn 2. Want dat is natuurlijk 8 keer 2. Maar dat is 16, heel goed. En dan zou mijn rest eigenlijk zijn. Wat is dan eigenlijk mijn rest, Florian? 4. 4, want vergeet niet dat je hier eigenlijk dan een rest hebt. De vraag is alleen, hoeveel dozen heb ik nodig voor alle boeken? Ik heb sowieso 2 dozen nodig voor die 16 boeken. Dus ik heb, hier gaan er 8 in en hier gaan er ook 8 in. Maar die 4 boeken die ik over heb, die moeten ook in een doos. Ik moet dus nog wel 1 doos erbij doen. Daar gaan alleen niet 8 boeken in. Die doos zit gewoon niet helemaal vol. Daar zitten maar 4 boeken in. De vraag is, hoeveel doos heb ik nodig voor alle boeken? En het antwoord is dus 3 dozen. De volgende vraag is, hoeveel dozen heb ik nodig als ik 45 boeken heb? Dit is dus mijn nieuwe som, 45 gedeeld door 8. Het is wel handig om eerst even na te denken, hoe vaak past 8 eigenlijk in 45? Wat in de tafel van 8 komt er het dichtst bij 45? 40. Ja. 40, heel goed. En welke som hoort erbij? 5 keer 8. 5 keer 8. Dus het is, antwoord is dus 5, want we hebben dus, sowieso 5 dozen nodig. Maar houden we nog wat over? Want 8 keer 5, of 5 keer 8, is natuurlijk 40. Wat is onze rest? 5. Ja, de rest is ook 5. We hebben sowieso 5 dozen nodig. 5. En daar gaan allemaal 8 boeken in. Okay. Dit is bij elkaar 40, maar we houden nog 5 boeken over. En die moeten ook in een doos. Ja, maar daar gaan 5 boeken in. Dus ja, we hebben niet in totaal 5, maar we hebben in totaal 6 dozen nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ja, heel goed.
Dus 6 dozen. 6. Probeer dus bij deze rekenles heel goed te lezen wat er wordt gevraagd. Soms is de vraag hoeveel heb ik nodig om hele taarten te maken bijvoorbeeld. Maar soms is het ook gevraagd hoeveel dozen heb ik nodig voor alle boeken. Dat zijn twee andere soort vragen, maar het zijn allebei deelsommetjes met rest. Alleen het zit in een soort verhaaltje. En wat trouwens ook nog wel een goede tip is voor iedereen, is dat bij Snapit, als je naar het plusje toe gaat, dan kom je ook bij de zogenaamde instructiefilmpjes van Snapit. Dan kun je ook nog eens kijken naar de filmpjes die Snapit heeft gemaakt. Is ook wel handig. En vragen natuurlijk ook... Nee, het is eigenlijk onder het plusje. Onder het plusje, sorry, ik zei het even. Onder het plusje, daar zie je de instructiefilmpjes van Snapit. Dat is nieuw van Snapit, want ik heb het pas vandaag gezien eigenlijk. Ja, dat is inderdaad nieuw, dat heeft Snapit overgezet. En vraag ook eventjes een papa en mama om hulp. Maar je mag ook altijd natuurlijk mij om hulp vragen. Stuur me een berichtje via Faro bijvoorbeeld of via de mail. En dan probeer ik... Vraag aan je ouders of ze iets aan het doen trouwens. Ja, en dan zal ik je natuurlijk proberen om zo snel mogelijk te helpen. Nou, succes jongens. En morgen probeer ik terug te zijn met weer een nieuwe video. Doei! Doei! Doei.